Nou, je hebt hier een grandioos barn, de een en twaalfde van de Westerijn. En die is multidisciplinair, gericht op veiligheid. We hebben hier een hele hoop disciplines, net alleen op brandweergebied, maar ook op allerlei gebied van hulpverlening, defensie, ambulance, politie, alles is hier aanwezig. Ben jij nou een echte brandweerman? Ik ben een echte brandweerman, ja. En hoe is dat? Ja, dat is fantastisch mooi werk. En nou, om die bijna te leren, dat is helemaal geweldig, hè? Kom maar. En waarom moest ik daar brandweerman worden? Nou ja, ik stond vroeger nog iets bij een extra. En toen dacht ik van, nou ja, dat moeten we nou ook maar een keer in de praktijk brengen. Maar is dat net heel eng? Nee, het valt wel daar. Het is mooi om te doen. Ik ben net alleenig, hè? Je gaat hem hier meestal maaien. Maar ik die figuur in het station. Ja, dat kist op rekening, ja? Ja, als er op aankomt, zit hij voor die kleer. Ja. Dat is wel, ze had nog de handen in de boezem, maar nee, ze wint er van die. Ze en de band die wil je spuitje, maar eigenlijk wil het les wat de heid en de mem mek, ja? Die vindt mooi vaak. Dat vindt het wel even leuk op zijn mem dan even de spuitje te leren. Ja, absoluut, dat is het mooiste. Dat vindt hun ook mooi. Ja, en dan even beet horen. Ja, even een beetje gewoon jerm hinnen en dan even volle kranen, je hebt wat extra druk erop. Nou, maar ze zien hoe ze in de jerm plannen, jongen, dat is fantastisch. Ik woon net in hier. Nee? Nee. Maar je ziet er zo mooi neus erop. Ja, ik ken... Die man, man, hè? Goeie, meisje, wat vrij, wat ben je gewoon aan het doen? Ja. Hé, zeg eens maar. Ja. Wat doe je hier? Ja, wat doe je hier? Nou ja, even zien wat je te doen is. Hè. En jij bent een echte Westerijner? Nee, ik ben een boskieman. Boskieman? Ja, zware bos. Ja, maar ik viel niet meer trainer, ja. Maar zo die Westerijners, die heb ik wel eens op een kwart lontje. Hij jood nee, dat dan ik? Nee. De jongen, dat zijn ze. Dat wie je het zag. Maar nog net meer. Nee? Nee, dat is uit de moorden, jongen. Rustig volkje. Heel rustig volkje. En hij ooit een bijnaam? Nee. Jo. Ik zoek nog een bijnaam aan, jongen. Beste jongen. We hadden net alleen bijnaam. Oh, dat dacht ik. Kom nou. Waar had je hem dat wijs maken? We hebben de meeste sjoerten, heet hier koekers. Koekers, ja. Ja. Koekers? Ja. Koeken. En Tjepke werd broer. Ja, ken ik ook niet. Ja, heel apart. Ik weet net hoe bij dat wij komt. Maar iedereen die sjoert, die wat koeken neemt? Ja. Een prutte wel, ja. Ja. Wat is dat voor geheimtaal? Ja. Ik weet het niet, jong. Ik ga me er nooit die verdiept. Zou het bij weg, hè? Nou, we zijn heel antiek. Ja, dan weer. Wie kent ze wat in de kast? Wie kent ze wat in de kast? Nou, kom maar gezellig op. Ja, dat vind je wel mooi, zo'n echte soldaat. Ja, heerlijk, heerlijk. Die baard, die is magisch. Dat is, ja? Is echt een vrouwenmagneet, ja. Het is echt verschrikkelijk, maar ja, je leert ermee omgaan in de loop van de tijd. Ja. Dus ik bedoel, dit baardje voor jou, zoom er even in. Ja. Dit is natuurlijk gewoon zielig, dit. Ja, dus dit maakt ik zo'n ding, hè? Ja, je had het denk ik wel, ja. En zijn jullie wel eens uitgezonden? Of, Ja, ook wel. En ik denk dat ik nou ook weer uitgezonden word. Toch? Roemtje. Nou, ik wil even een lekker hapje van de Oost-Indische kersmeidje. Oost-Indische kersen zijn hele mooie blompjes. En ze zijn ook heel lekker, maar ook heel geneeskrachtig. En aangezien ik van beide hoor om mijn kroenen te broeken, moet ik er nou even wat lekkers van maken. Dus ik pluk even een peer en nog een paar orenkroen en dan geven we even nog een slag. En dan geven we even nog wat peterselie. Altijd kom je hinnen, ik zie altijd kroon, ik zie altijd hoe het zich ontwikkelt, wat het doet, de blomkes, de kleuren, eigenlijk alles beroert me. Ik ben er dagelijks mee bezig, of ik maak er wat van, of ik broek ze als thee, of een salve, of eten, ja, zeg maar wat en ik doe het ermee. En dan zit ik nog even op zoek naar de bieslook. En die zit in. Hier ergens tussen. Gewoon ik leren weer van de aarde te houden, van de bloemen te houden en maar het echt goed in te zetten. En van lietse klachten kist er echt al heel veel dwaan mij kroden om de hinnen. Wist dat er wel 300 soorten binnen? Dwaan mij broek ik echt wel de bledjes van.
En dan voor als je bijvoorbeeld diarree hast, als je een keer verkeerd eten hoorn hast en dan hast diarree, dan kiest heel goed wat twaalfmeibletjes, zo vol ongeveer, in een pot vol thee. En dan stopt er als het ware die diarree en hij zorgt dat de gifstoffen mee beginnen. Dus dat voert hij aan. Nou, dan heb ik wat kwark en dan doe ik daar wat verse roomkaas bij. Nou, dan doen we de kroon erin met troon. Dan haak ik een hele mooie skier ervoor. Beetje peper erbij. En dan vullen we hem met dit mengsel. En dan decoreert hem op het zijn eigen bladjes het ware. Er is nu een lietse 15 jaar dwaande maar de kroon. Ja. Bist je er al verloren? Ja, ik ben volle rustiger geworden. Ik ben veel meer fitter. Ik heb echt een doel. Mijn doel is om gewoon mensen te bieden te staan met kroon, maar ik leuke dingen ermee te doen, zoals workshops en wandelingen en bewust meidje ik. Dus ja, het is gewoon helemaal mijn ding. Nu zitten er weer in de maanden. Ja. Heb ik een tip voor u? Ja, vlierbloesemthee. Of de vlier had nog bijkes. Daar zoest een siroop van meidje kennen. En dan elke dag een dessertlepel, trode yoghurt en dan bloot in weerstand hoog. Maar dat meest dat nou bij op tafel is, pakken ze het dan? Ja, want de vrees is alleen kunnen we dit eten? En dan vertrouwen ze me voorkomen en dan eten ze het ook. Oh, moest je wel wend dat er eens even wat tussen zit? Ja, ja. Mm. Lekker hapje. Lekker, hè? Mm. Mm. Ja. Mm.